Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een goed nieuw vlog. Mijn naam is Enzo Knol en wij hebben weer heerlijk geslapen hier in Gent in het hotel. Oei oei oei, fel zonnetje wel. Oeh, wel heerlijk geslapen. We hebben de spullen alweer ingepakt en opgeruimd. De kamer laten we netjes achter, want we gaan aan het einde van de dag weer richting huis. Dus we hebben hier alle tassen al ingepakt en we moeten eventjes uitchecken voor 10 uur 's ochtends. Nou, dat moeten we dan nu al om 9 uur 's ochtends doen, omdat we even gaan ontbijten en daarna hebben we de meet and greet dag 2. We hebben eventjes de spulletjes in de auto gedaan en check wat we hier tegenkomen. Zo, ik weet geen eens wat voor auto dit is, joh. Wat voor merk. Ziet er wel super vet uit. Oh, Chevrolet. Ziet er wel echt dik uit, hoor. Zie je niet vaak, geloof ik, deze. Tenminste, ik heb deze nog niet vaak gezien. Heel nice. En volgens mij heeft hier iemand gekozen voor een eigen kenteken. En hier weet ik het al helemaal zeker. Fafa. What? Ja, dat is echt sick. In België kan je je eigen kenteken fixen. Daar moet je dan wel een bedrag voor betalen. Maar je mag gewoon een eigen naam. Ja, volgens mij moet het wel een naam zijn die wordt goedgekeurd uiteindelijk. Maar zoals Fafa, dat kan dus gewoon. En dan heb je gewoon je eigen naam of je initialen of iets in die richting heb je gewoon op je kenteken staan. We hebben hier een lekker ontbijtje. Ik heb weer geroosterd brood met kipfilet. En een lekkere cappuccino. En een lekker sappie. En Maaien is er weer bij. Hey. Nou, ik ben helemaal gelukkig. Duimpje, duimbox. Hallo, hallo, goedemorgen allemaal. Heb jullie allemaal een beetje lekker geslapen? Ja! Oké, fijn. Jullie zien er ook allemaal uitgerust uit. Het is helemaal toppie. Wij hebben ook heerlijk geslapen en we zijn helemaal klaar voor vandaag om jullie te ontmoeten, wat we heel erg leuk vinden. Want als het goed is, zijn er heel erg veel Belgen. We zijn er ook een paar Nederlanders. Mijn Belgische fans ging ontmoeten, dus ik ben hartstikke blij om jullie allemaal te zien. En we hebben verderop een meet and greet ruimte waar we elkaar gaan ontmoeten. En ik ben hartstikke blij om hier te zijn en jullie hier welkom te heten. En dan gaan we straks allemaal even een mooie foto maken. Goed plan? Yeah! En dan zeg ik zoals altijd, dikke, vette... Peace! Dat kan harder. Dikke, vette... Tot zo. Gisteren, toen kwamen we nog wel wat Nederlanders hier tegen. Toen vroeg ik ook van, zijn er nog wat Nederlanders in de zaal? En toen waren er, ik weet niet, misschien 2 handjes vol Nederlanders. Maar nu, vandaag, in de ochtend in ieder geval, alleen maar Belgen. Dus shout-out naar de Belgen, super tof. Ik krijg ook al heel veel reacties op Instagram van Enzo. Tof dat je een keer in Gent bent, superleuk. Ik woon daar, mooi om de plekken te zien waar ik zelf ook altijd kom. En dat het dan herkenbaar is. Dus dat is helemaal top. Marvin en ik willen binnenkort ook weer een keertje graag naar Antwerpen. We hebben ook in de toekomst nog een meet and greet in België, dus dat wordt ook hartstikke leuk. Maar voor nu, deze ochtend in Gent weer en de tweede dag. Let's go! Jullie dit instrument allemaal wel kennen. Dit is een doedelzak. Dat komt volgens mij oorspronkelijk uit Schotland. Hoe heet je? Stan. 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 Ja, Stan. Ja, Stan. Stan. Ja, Stan of Stan? Stan. 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 Ja. Jij bent zo lul, hè? Wat een baas ben je. Oké, we zijn dus met Stef. En die heeft een doedelzak en die komt uit Schotland. En hij was ooit geïnspireerd geraakt toen hij daar was, 8 jaar geleden. En nu heeft hij een kleine meegenomen en die gaat hij spelen voor ons. Ik ben heel benieuwd. Ik heb dit nog nooit eerder gezien in het echt, zeg maar. Kan je het echt? Dat ga je zien. Oké, oké. Hij is al zo hard aan het lachen. Dat was het. Mooi, joh. Dankjewel. Keihard, keihard. Volgens mij is dit moeilijker dan je denkt, hoor. Ja, nee, het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. Nee, het is niet makkelijk. Nee, het is niet makkelijk. Nee. Keihard, ik vind het heel vet. A few moments later. Oh my god, deze guy is één grote troll, jongen. Niet normaal. Echt de grootste troll die ik ooit heb ontmoet. We waren klaar, ik was klaar met filmen en hij zegt, ja, eigenlijk speel ik helemaal geen doodle. En ik ook geen 8 jaar. En ik heb dit gewoon gekocht in een soort van toeristenshop. Omdat ik in de vlog wou komen. Ja, dus ja. Maar nee, het is gelukt. Dit is de eerste keer dat je dit ding speelt. Ja, ik heb het thuis eens gedaan, maar zo niet. Nee, dus wat je nu deed was gewoon freestyle. Ja, dat was gewoon. Geen probleem.
Geïmproviseerd. Nou, ik vond het een goede freestyle. Dankjewel. Ik heb echt helemaal stuk gelegen. Dankjewel. We hebben eventjes pauze, dus wij gaan heerlijk eventjes wat eten naar binnen werken. We hebben hier een lekker broodje met ei en we hebben hier een geitenkaassalade. En we hebben een heel erg leuk boekje waar we eventjes doorheen willen gaan bladeren. Want die hebben we gekregen en dat is echt een fantastisch leuk boekje. Maar dat gaan we later eventjes aan jullie laten zien. Wat we nu eerst gaan doen is de meet and greet afmaken. De hele zaal zit weer vol, echt propje vol met Belgen. Superleuk, hartstikke gezellig en ik heb er echt knijters veel zin in. Hey, kijk dit! Oké, ik kom even snel. Er staat iemand met een hele oude knolpauwer eruit. Zo, inderdaad. Hij zit te kijken. Ze horen wel iets, maar ze weten niet waar het vandaan komt. Nice, geniaal. Oké, ja, die knolpauwer trui met die gewichtjes, die is echt heel oud inderdaad. Dan weet ik eigenlijk al dat je 8, 9 jaar de vlogs kijkt. Dat is echt bizar. 3, 2, 1. Ik ben hier met deze prachtige tweeling. Oh. Hier staat Seljan. En hier staat Celine. Kijk, en ik zie deze dames vaak voorbij komen op Instagram met knolpower kleding. Dus alleen maar liefde. En we gaan even gemmer shots doen met allen. En we schudden. Maar gaan proosten. Ja, proosten. Tuurlijk gaan we proosten. Maar op wat? Op wat? Oh, op jullie mooie in België. Hey! Proost! Hey. Let's go! Blijft toch wel pittig. Dat was zo snel. Nee, ja, jij doet één slok en dan is het wel weg. Ja, ik doe één slok en ben ik er vanaf. Giftig, hè? Normaal moet je daarna echt veel water drinken. De challenge is nu geen water drinken daarna. Dat brandt, denk je het? Maar echt super, super leuk. Ik vind het sowieso super gaaf. Ik ben echt vaak actief op Instagram. Niet zozeer qua stories posten, maar ik kijk wel altijd de vermeldingen. En ik probeer op veel mensen te reageren. En deze tweeling, die heb ik veel voorbij zien komen. Dus echt super lief. Alleen maar liefde. Echt tof om te zien. Later. Jullie zien het goed, dames en heren. We lopen weer thuis hier in Nederland, in Zeist, in onze woonkamer. En we gaan heerlijk eventjes wat smikkelen. We hebben er wel echt lang over gedaan, over de terugweg. Maar dat komt omdat waar het altijd druk is richting België of weer terug is de ring van Antwerpen. Daar is het gewoon altijd chaos, heb ik het idee. Dus daar hebben we echt best wel eventjes een tijdje gestaan. Dus we dachten, we komen thuis en we gaan onszelf lekker trakteren op... Ah, ik sta vol op stopcontact. Stopcontact? Op een stekkerdoos. We gaan ons trakteren op sushi. Lekker, dan niet gehad. Nee, inderdaad, het is een tijdje geleden. Dus we gaan lekker sushi eten en we gaan even lekker chillen. Even een lekker serietje opzetten. En we gaan sowieso straks nog even het boekje laten zien, want die is echt geniaal. En ik heb zo ontzettend genoten. Ongelooflijk veel lieve mensen ontmoet, dus dankjewel daarvoor. En mooie verhalen gehoord, dus dat doet me goed. Dus ik heb weer heel veel nieuwe motivatie gekregen, dankjewel daarvoor. Zo dames en heren, ik heb even lekker gedoucht, opgefrist en ik zit hier in de studio samen met Myron. En we zouden nog even het boekje doornemen. En dit is een boekje die we van een fan hebben gekregen, super schattig. En hier zitten in allemaal leuke momenten van de vlog. En het lijkt me mooi om een moment terug te bekijken qua foto, maar dan ook meteen qua beeld. Dus het allereerste wat we hier hebben in het boekje is het moment met Milan en Myron. En er staat dus ook snoep, 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 dat mag zijn, geef me snoep en rot op met je mandarijn. En dat is dus een stukje van Milan. En hier zie je dus daar de foto van. En dan krijgen jullie nu het beeld te zien van dit moment uit de vlog. Echt een geniaal stukje. Snoep, 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 dat mag er zijn. Geef me snoep en rot op met je mandarijn. Want ze hebben altijd mandarijnen. Dus zeggen we gewoon dat.
De volgende is ook echt een legendarisch moment. En dit is een moment wat nog helemaal niet zo lang geleden is. Dit is namelijk met Milana. Ja. Ook al heb ik het idee dat ze hier alweer veel kleiner is. Nee, dit is echt nog maar een half jaar geleden. Ja, maar toch heb ik het idee dat ze alweer echt flink gegroeid is. Ja? Ja. Maar dat is dit moment. Deze foto is erbij gepakt van mij. En dat Milana er achterin zit. En daar staat dus inderdaad. En dat is dus echt een legendarisch moment van Milana. Inderdaad. Inderdaad. De volgende is... Oh, toen Shahid en ik aan het klooien waren over Tijnt. Ja, ik ga het nu even opzoeken op internet ook. Maar het schijnt dus wel echt zo te zijn. Kijk, je hebt Tijnt betekenis. Tijnt betekent ook kleur. Maar het heeft betrekking op de kleur van de huid. En dan meestal de gezichtshuid. Dus het is namelijk zo, ik was bij Shahid en ik had het over een tint. Dat geeft een mooie tint. Ja. Yeah. En toen zei Shahid van, ja, een mooie tijnt. Nee, dat stond op het reclamebord. Oh, op het reclamebord. En ik zei, wat is dat? Zoiets. Ja. Ja, in ieder geval, deze foto staat erbij. Moet je nagaan, ik kan nu al amper meer... Ik weet wel dat we het over hadden, maar niet meer precies hoe en wat. Maar we waren aardig aan het klooien met dat woord. Dus laten we even kijken naar dat moment. Gezonde... Tijnt. Wat is dat? Gezonde tint. Tijnt. Gezonde tijnt. Ik weet niet wat tijnt is. Tint misschien? Is dit serieus een spelfout? Nee, geloof ik niet. Wow, tint en tijnt is gewoon hetzelfde. Ja? Ja, dus als je zegt van je hebt een mooie tint, ja, dan is dat hetzelfde als je hebt een mooie tijnt. Dus dat is gewoon een... Heb je het over iemands gelaatskleur, dan zijn tint en tijnt beide correct. Wow. De keuze ertussen hangt in de praktijk vooral af van de doelgroep waarop een schrijver zich richt. In kranten wordt vrijwel alleen tint gebruikt en in chique modebladen tref je ook geregeld tijnt aan. Nou, dus ik ga nooit meer tegen ons met tintverschil of een tijntverschil. Ja. Ik zeg zo vaak tint. Ja, deze tint past mooi bij deze tint. Ja, dan moet je nu tijnt zeggen. Tijnt is eigenlijk een chique woord voor tint. Al die klanten van, ja, ik ben sowieso niet chique, maar ja, dus net zo... past dat niet bij mij. Dus ja, dat is blijkbaar wat het is. Kijk achter je, John Deere, grapje, Luciano. Ja. Er zit een andere foto bij. Ja. Maar dit is het moment dat wij in de auto zaten en dat Luciano aan het slapen was. En dat we hem wakker probeerden te maken. En ik dacht, ik doe dat met John Deere. Dus toen zei ik dat, kijk achter je, John Deere. En hij werd meteen wakker. En veel mensen vinden dat een van de grappigste momenten uit de vlog. Ja, hij ging zo snel zo opstaan zo. Ja, dat was echt hilarisch. Wow, kijk, een dikke John Deere. Wow, John Deere. Dikke John Deere. Wow, kijk, een dikke John Deere. Oh, wat een lol. Oh, hij zit er. Oh, hij is net het hoekje om. Oh, John Deere is net oh, weg. Oh, kijk daar. Zo, dat werkte zo goed. Dat is niet normaal. De volgende is mijn verjaardagscadeau. Oh, dikke John Deere. Paul, dikke John Deere. Ondertussen echt een begrip geworden in de vlogs. Hier hebben we het heel vaak over gehad, dikke John Deere. En daar heb ik gewoon een grasmaaier van gekregen. Al te lang niet meer gebruikt, maar er ligt ook even geen gras meer in de tuin bij de nieuwe woning. Nee, alleen maar zand. Maar die gaan we wel weer gebruiken natuurlijk als we daar wonen en er gras ligt, wat er zeker gaat komen. Maar laten we even kijken nadat ik mijn verjaardagscadeautje kreeg. Echt super mooi. Dankjewel nog daarvoor. Wow, ja. Nee, is dat hem? Ja, hè? Ja. Ja, dat is wel de maaier, hè? Holy shit, serieus? Ja. En zelfs een strik erom, hè? Dat meen je niet. Zo, dit is wel het echte werk, hè? Dit is wel het echte werk, hè? Oh, zo schattig moment was dit. Kijk hoe zo kijkt. Ja, weer een andere foto. Ja. Nee, dit is wel van dat. Ja, serieus? Ja, dit is van dat. Oh, ja, want Samantha had het opgenomen. Ja, met haar telefoon. Ja, ja, dus dat moment gaan we ook even aan jullie laten zien. Maar dit is dus Milana en die zei toen pika pika. Zo schattig. Pikachu? Ja, niet normaal. Maar haar haar is wel veel langer geworden. Dat is echt lang nu. Echt bizar. Maar dit is een heel schattig moment van Milana. Alweer Milana. Hè? Ik merk wel heel erg. Dit boekje hebben we ook van een... Hoe oud zou ze zijn geweest? 10, 11 denk ik? Ja, zoiets. Je merkt dat er wat jongere fans ook echt fan zijn van de familie Sharak. Ja, en vooral Luciano weten. En Milana hoor je heel vaak voorbij komen. We hebben zelfs Klopt. Cadeautjes gekregen voor Luciano. Ja, wel echt super lief hoor. Echt schattig. Echt heel erg lief. Pika Pikachu. Nou, over Sharak gesproken. Enzo,
Kom. Een moment van mij en Luciano. Eigenlijk vele momenten. Ik denk dat je hier geen eens beeld bij kan laten zien. Want hoe vaak Luciano zegt Enzo, kom nou. Enzo, Enzo, Enzo. Ik heb wel eens tegen Luciano gezegd. Als jij nu nog een keer Enzo zegt, dan elke keer als je Enzo zegt, krijg je een euro. Nou, en dan ging maar door. Nee, hij snapt dat niet. Hij snapt dat niet. Hij ging maar door. Aan het eind van de avond kon ik zo 80 euro innen. Maar snapt hij niet. Maar Enzo wordt vaak gezegd. Ja. Als ik bij de kids ben. Eigenlijk moeten we een keer zo'n klikkertje meenemen. Ja, echt hè. Die ze ook hebben als stewardessen bij het vliegveld. Ja. Met het vliegtuig. Klopt. Er zit hier een mot binnen. Zag je hem? Ja, ik zag hem. Het volgende moment is van mij, Shahid. En jij zit achterin, zie ik. Waar is toch mijn caravan? Ik kan hem nergens vinden. Dat nummertje. Dat nummertje. Of, ja, die hadden jullie... Oh nee, dat was wel echt een nummertje. Ja. Ja, die zette Shahid toen op. Die zong hem. Ik wist het helemaal niet. Ja. Waar is toch mijn caravan? Ik kan hem nergens vinden. Ja, zo ging het. Deze foto staat erbij. En ik vind het wel heel erg mooi om te zien dat dit moment ertussenuit is gepakt. Want hier zou ik nooit zo snel aan denken. Nee. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mooie momenten. Dus het is echt geniaal. Het boekje is nog echt lang niet uit. Er zijn wel veel momenten van deze dag. Want jij hebt al 3 foto's dit outfitje aan. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat was een leuke vlog. Dat was een hele leuke vlog. En dan het allerlaatste woordje. Ja. En als je deze goed hebt, dan ben je een koning van het spelletje. Caravan. Kak. Ja, dat is moeilijk, hè? Ja, dat dacht ik al. Ja. Weet jij iets? Nee, ik zou niet weten. Nee, weet ik niet. Is er wel een nummer? Nee, maar ik hoef het niet. Nee, maar is er wel een nummer van? Ja, er is vast wel een nummer die Caravan is in zijn tekst heeft. Ja, die had je moeten zingen. Daar is toch mijn caravan. Ik kan hem nergens vinden. Dit is toen oma zei Lidl. Ja, Lidl. Ja, Lidl, dat zei ze. Echt? Oma zei Lidl in plaats van Lidl. Wow, ik weet dat helemaal niet meer. Was ik daarbij? Ja, en er is een foto uitgeknipt van oma met hahaha erbij. Kijk hoe dit eruit ziet. En daar staat dus ook Marietje Knol Lidl. Ja, in plaats van Lidl zei ze Lidl. Lidl. Bij de Lidl. Die heb ik bij de Lidl gekocht. In plaats van de Lidl zegt mijn oma Lidl. Oma is geniaal. Dit is zelf gemaakt, mam? Ja, natuurlijk. Zelf gemaakt bij de Lidl. Nee, Lidl. Lidl. Oma. Ik doe het gewoon op zijn Drents. Ja. Bij de Lidl. Bij de Lidl. Ik zeg al de Lidl. Lidl. Volgende moment is van Myron. En dit is een moment wat echt vaak geliefd is. Ja. Namelijk, jullie zien het al. Nou, doe maar eventjes. Koekkruimeltjes. Ja, in de camera. Koekkruimeltjes. Ja, die komt echt vaak terug. Geniaal. Ja, klopt. Kunnen we ondertussen een compilatie van maken. Ja, denk het ook wel. De volgende. En dit vind ik wel echt geniaal. Dit is zo ongelooflijk lang geleden. En dit meisje heeft zelfs een TikTok gemaakt. Van vroeger en nu. Hoe ze er nu dus uitziet. Krijg je een high five? Nee. Word ik afgewezen? Ja. Enzo Knol en Gangster Girl. Gangster Girl. Dat staat erbij. Dit moment gaan we nu even naar kijken. Heb je gewonnen? Nee. Ah, toch verdienen jullie een high five hoor. Mooi gespeeld. Hallo, ook high five? Nee. Zo, word ik afgewezen? Ja. Ik word gewoon afgewezen door een 11-jarig meisje. Het volgende moment is van Thijs. En dit kan ik me nog heel goed herinneren. Want Thijs die zei van, echt zo'n lief klein koffietje. Hij kreeg een heel klein kopje koffie. En dat vond hij zo schattig. En ja, ik kan het geen eens nadoen. Er is maar één iemand die het op een grappige manier kan zeggen. En dat is Thijs. En dat vind ik ook mooi aan Thijs. Hij kan echt de meest simpele dingen die je zegt. Die je hebt in je hand als voorwerp. Bijvoorbeeld deze muis zou hij kunnen zeggen... Kijk nou, zo'n lief muisje. Ja, dan en dan is het gewoon super grappig. Ja. Dat is echt de magie van Thijs. Ook wel een beetje het accent van Thijs. Ja, vind ik ook 100%. Hij kan nog wel alles grappig maken. Ja. Zo schattig, zo lief, klein. Dat is echt lief, schattig. Die is zo lief. Hey, lief echt. De volgende. Ik heb deze laatst gezien. Ja? Ik heb die teruggekeken. Annelies, als je dit ziet, ik hou van jou. Dit is een momentje van mij en Thijs bij de escape room van de nieuwe woning. En dat was echt een geniaal moment. Die heb ik echt helemaal stuk om gelegen. En ja, Thijs die was echt goed verkleed ook. Halloween komt er ook weer aan, hè? Ja. Misschien moeten we wel weer een escape room doen. Mooi moment dit. Wat is de naam van de moeder van Thijs? Thijs. De moeder van Bella heeft dezelfde naam. Oh my god, dat weet jij, dat moet jij weten. Oh my god! Nee, je bent nu hem zo! De oude keren! Je hebt een bloemetje opgestuurd naar mijn moeder en nog. Oh my god! Weet je dat weet ze niet?
moet het echt weten. Is het Annelies? Annelies! Volgens mij is het Annelies. Annelies. Ja, het is Annelies. Ik heb het goed. Het is Annelies. Annelies, als je dit kijkt. Ik hou van je. Ik vergeet je naam nooit meer. Het is niet Annelies. Nee? Echt niet. Jawel. Is het echt niet Annelies? Jawel. Ja, zie je. De volgende is van oma. En ik zie mij en Myron lachen. En oma de hand schudden of iets. Of die probeert iets uit te leggen. Maar er staat oma, bel de dokter. Want ik ga dood. En toen zei ik van... Jij gaat flink naar boven. Dan ga ik een teltje pakken. En dan ga je maar dood. Oh ja, dat zei oma. Omdat jij toen je eerste joint gerookt had. Ja, dat was echt een hilarisch moment. Ja, dat was dit moment. Toen we bij opa en oma op bezoek waren. En echt, dit vind ik ook echt een geniaal legendarisch moment. Mijn oma is ook gewoon een savage. Ja. Dus toen zei ik van, oma, ik moet jullie wat vertellen, ik heb gebloot. Ja. Nou, dat vonden jullie verschrikkelijk. Ja, en toen zei jij, oma, bel de dokter, want ik ga dood. Oh mijn god. Ik ga dood. Oh, en toen? En toen zei ik van, je gaat mooi naar boven, ik pak een teltje. Als je over moet geven, doe mee een teltje. En als je, ik bel de dokter niet, want dan moet je maar niet blowen. En dan ga je maar dood. Dat zei je. Je gaat nu naar boven hè, en je gaat daar maar liggen. Hier heb je een teltje en dan ga je maar dood. De volgende. Dit is ook echt een prachtig moment. Ik vind het echt een leuk boekje. Ik ook. Heeft ze echt leuk gedaan. Van waar kom je? En toen zei ik, ik spreek geen Duits. Een beetje. Amsterdam, Utrecht. Ja, de rest moeten jullie allemaal maar kijken in dit fragment. Maar je ziet hier echt een prachtige foto van mij en een meneer. En wij waren echt flink aan het klauteren en klimmen naar boven. En eindelijk waren we boven. En toen was er een meneer en die ging Duits tegen me praten. Ja, ik had helemaal geen zin om met hem te praten. Ik had net een paar kilometer omhoog gelopen voor mijn gevoel. Ik was helemaal klaar. Ik was uitgeput. Ik was moe. Ja, dat was de Kienberg volgens mij. Ja, en ging die Duits tegen me praten en wilde die dingen weten. Ik dacht, joh, eigenlijk spreek ik eigenlijk net ooit. Dus, en omdat je dat zo zei, dacht hij, je spreekt wel Duits. Ja, dat denk ik ook. Ja, kijk maar wat er gebeurde. Oh my god. Dit is niet normaal, meneer, dit. Dit is echt... Hollanda. Oh, Hollanda, ja. Welke stad komt er? Ich spreche keine Deutsch. Ein bisschen. Welche Stadt? Ein bisschen. Amsterdam. Oder Amsterdam. Utrecht. Oh, Utrecht. 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 Ja, verdomme, ik ga geen heel interview afleggen met die fan nu. Ik zit er helemaal doorheen. Dat is niet normaal. Ja, het volgende moment is al Milana. En dit vind ik ook zo mooi. Hij is heel kort en heel krachtig. Maar op dit moment in de vlog zei Milana... Zo. Wow. Dit is wel weer romantisch, hè? Nou, enigszins. Jawel, ik zeg, ik heb geen bitches, ik heb Myron. Ja. Dat is toch Myron? Dat is toch Myron? Ja, dat is ben ik. Dat is mij? Jij bent Myron? Ja. Ja, dat is toch mooi. Dit is in quarantainetijd. Ja, lang geleden hadden we dat bad in de... In de woonkamer. Met staan. Orbeez. Die is van 10.000 Orbeez of zo. Bizar. Ja, ik krijg nog steeds superveel complimenten over de vlog die we hebben gemaakt. Met Huizen Knol in de quarantainetijd. Dus dat is wel echt, echt super gaaf. Dat vind ik heel erg leuk om te horen. Deze foto hoort erbij en dit moment van de vlog hoort erbij. Ik zit nu op een Orbeez bad met mijn kokosnoot. Dit is veel beter dan een luxe boot. Ik heb geen bitches. Ik heb Myron. Oké, doei. Oh ja hoor. Dit is ook echt serieus. Dit is geniaal. Ook legendarisch gewoon. Echt legendarisch. Hier staat een hele lap tekst bij, maar die moeten jullie gewoon kijken. Yep. En er is maar één iemand die het zo grappig kan vertellen en dat is Thijs. Gewoon even hoog leeg maken. Ja. Hoog leeg maken en gaan. Ja, het boeit me niet wat mee te Het ligt allemaal naar stront. Het meest gesloten boek op dit moment. We zijn met z'n drieën en we gaan met z'n allen verzorgen dat we dit parcours gaan afmaken. We gaan rustig blijven, we gaan elkaar aankijken. We gaan kijken welke mogelijkheden kunnen we aan elkaar bieden, zodat we onszelf kunnen ontwikkelen. Dus Enzo is een beetje zenuwachtig, Bo is best zelfverzekerd en ik heb er ook best wel veel moeite mee. Dus misschien kunnen wij samen eventueel, hè? What the fuck?
dit moment staat denk ik top 10 van alle vlogs ooit. Ja, gewoon ja, grappig, dit moment. Ja, ook hoe jij keek naar hem. En hij bleef zo serieus. Ja, Thijs blijft soms zo in zijn rol. Het is ook het mooiste als hij in zijn rol blijft. Ja, maar dit is wel een van de eerste vlogs dat Thijs echt een beetje uit zijn schulp kroop. Ook. Ja, Thijs was eerst altijd heel erg verlegen. Die zei nooit zo heel veel. Nee, inderdaad. En hier, dit was echt gewoon zo'n mooie Thijs-actie. Een van de eerste. En daarna kwamen er nog zoveel meer. Ja, grandioos. Moment met oma. In de auto. Laatst reed ik ook weer eventjes hard met oma. Toen gaf ik gas. Idioot! Ja. Oh, die denk ik goed na, hè? Hoe kwam dat eruit? Ja, ik weet het ook niet. Zo, oma kroop even in jou. Ja, oma die zat even in mij. Ja, dat was zo grappig. Hoe zegt dat nog? Nee, hier zie je een foto van mij en oma en Myron. En toen reed ik of hard, of ik zei tegen oma, ik heb een keer 200 gereden. En toen zei mijn oma, was het waarschijnlijk weer idioot. Nee, hier. Enzo! Ja, oma zegt tegen mij, als ik zeg maar aan het oude hoeren ben of zo, zegt ze Enzo! Ja, Enzo! Enzo! Net zoals dat ik wat tegen jou zeg, Myron. Ja, schatje! Schatje! Heb je ooit een keertje 200 gereden in de auto, hoor? Nee! Enzo! Ik ga er zo uit, hoor. Ik spring er zo uit. Ik doe hem op kinderslot. Ja, dat zal wel. Dit is ook zo'n mooi moment. Dit is zo'n mooi moment. Deze heb ik vaak op TikTok zien voorbij komen. We zijn toch niet bang van de regen? We zijn toch niet van suiker? Toen gingen we naar de tulpen kijken. Ja. Naar de tulpenboerderij. Ja, dit was fantastisch. Mooi moment. Laat hem maar snel afspelen. Zal ik even een sprintje trekken? Wat ga je doen dan? Neem jij wat Barcelona's mee? Ik neem wat Barcelona's mee. Dan willen wij hem mee, toch? Ze gaat bloemen voor ons plukken. Ja, tuurlijk gaan we mee. Kom op nou. We zijn niet bang voor regen. Echt niet, tuurlijk. We zijn niet bang voor regen. Gewoon gaan. Zijn die van suiker? Goed. Ze dacht zeker dat ik gek was. Yo, weet je hoe hard het regent? Dat is niet goed voor de camera. Nee, serieus mensen. Ik blijf echt even in de auto door de camera. Mij interesseert regen echt niks hoor, dat weet je. Maar die camera is echt al zeiknat. En dat is zo slecht voor de camera. Oeh, we komen bijna aan het einde. Ja, we hebben er nog een paar. Ik ben hier volop aan van het genieten. Dit moment... is... Oh ja, had ik mijn haar laten doen. Oh ja. Met al die krullen, dat ik zei ik lijk wel Beatrix. Geen idee hoe ik op Beatrix kwam, dat is zo'n onzin. Toen moest Noël blijkbaar heel erg hard lachen. Dit moment, of tenminste deze foto en dit moment uit de vlog is dat. Oh joh, mooie haren. Thanks. Damn. Are you beauty? Oh joh. Nou, ik vind het zelf niet mooi hoor. Vind je niet mooi? Nee, ik vind het wel krul. Oh. Maar dat gaat wel weer uit. Maar dat vind ik echt heftig. Kijk dan. Fuck, voor mijn Beatrix. Dit is een vader! Maar wacht ons eerder, ja. Nee. Nee, wat gebeurt hier? Krillen. Bro, Amy ze staat op pepermunt alles, man. Beetje krillen. Nee, dat is Wilhelmina. Beetje... Shoutout naar Aaron. Shoutout ook naar haar. Kom op man, beetje respect op de naam van Beatrix en Wilhelmina. Kom op. Represent respect. Represent respect, let's go. Maar het was wel echt te heftig, mijn haar. Ja, dat was te de heftig. De kapper zei later ook van, ja, ik had het expres zo gedaan, want ik dacht het zakt nog heel erg uit. Nou, het zat er nog gewoon zo in als het 2 uur daarvoor ook mooi, Beatrix. Precies. Volgende moment. Kijk, en dan staat er aan het einde... Is dit de laatste? Ja, dit is de laatste. Ja. Ja, kijk eens eventjes. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Hoe mooi is dat? Echt leuk. Echt een fantastisch boekje en een geüpdate foto dit ook. Ja, dit heeft ze echt leuk gedaan. Ja, heel erg lief. Sowieso bedankt voor alle cadeautjes. Ik hoop dat jullie dit echt een mooi moment en aanvulling nog vonden van de vlog. Ik heb in ieder geval echt heel erg genoten van het weekend van vandaag. En morgen weer een gloednieuwe dag. Hopelijk zijn jullie er dan bij. Vergeet niet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Dat blauwe duimpje is al heel lang niet meer. Oh, erg. Dat duimpje is al heel erg lang niet meer blauw. Maar vergeet dat duimpje niet omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.